gauw kijken allemaal. Het is weer tijd voor een verhaal. Van Dick Bruna, 1, 2, 3. En rond en rond en Doremi. Voor jou en mij. Voor jou en mij. Assepoester. Er was eens een meisje dat heette Assepoester. Ze had een mooi gezichtje. Maar haar jurkje was helemaal niet mooi. Dat was oud en versleten. Ze woonde bij haar boze stiefmoeder en moest al het werk in huis doen. Assepoester had twee stiefzusjes die niet lief waren. Ze waren jaloers op Assepoester omdat zij veel mooier was dan zij. Iedere dag veegde Assepoester de vloer. Soms moest Assepoester wel eens een beetje huilen. Op een dag werd er een brief gebracht. Een brief van de prins. De prins gaf een feest en nodigde alle meisjes van het land uit. De stiefzusjes deden hun mooiste jurken aan. Jij blijft natuurlijk thuis, zeiden ze tegen Assepoester, want jij hebt geen mooie jurk. Assepoester bleef alleen thuis. En toen gebeurde er iets heel leuks. Een witte duif vloog naar binnen en zei: Assepoester, ik roep de sprookjesvee. Zij zal je vast wel helpen. De sprookjesvee kwam met haar toverstaf en toverde Assepoester in de mooiste jurk die je je maar kunt voorstellen. Maar luister goed, Assepoester, zei de vee. Je moet thuis zijn voordat de klok 12 uur slaat, want dan krijg je je oude jurk weer aan. Toen Assepoester in het paleis kwam, kwam de prins naar haar toe. Hij vond haar het mooiste meisje dat hij ooit gezien had en vroeg: mag ik met jou dansen? De muziek begon te spelen en de prins danste de hele avond met Assepoester. Hij ging heel veel van haar houden. Maar ineens hoorde Assepoester de klok. 1, 2, 3, 4, 5. Assepoester holde naar buiten en verder ging de klok. 6, 7, 8, 9, 10. Ze rende zo hard dat ze haar schoentje verloor. 11, 12. En net toen ze bij haar huis aankwam, had ze haar oude jurk weer aan. De prins was heel verdrietig. Wie was dat mooie meisje? En waar woonde ze? Niemand wist het. En toen zag de prins het schoentje liggen. Ik moet het meisje vinden dat het schoentje past, dacht hij. En de volgende morgen reed de prins van het ene huis naar het andere. Dat schoentje zal ons wel passen, zeiden de stiefzusters van Assepoester. Maar hun voeten waren veel te groot. En toen zag de prins Assepoester in de keuken. Jij moet het schoentje ook aanpassen, zei hij. Assepoester paste het. En het paste precies. Wat was de prins gelukkig dat hij Assepoester gevonden had. Hij nam haar mee naar het paleis en gaf haar nieuwe kleren. En ook een hele mooie trouwjurk. Een paar dagen later trouwden ze en leefden nog heel lang en heel gelukkig.